De Opel Astra is vernieuwd en in deze video ga ik alles uitleggen over het interieur van deze auto. Kijkt u mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewens & Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een nieuw Opel model of uitleg over een nieuwe Opel systeem zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je ons kanaal voor het eerst. Ik zou zeggen, druk op abonnee knop en je mist geen enkele video. De Opel Astra is vernieuwd en we hebben laatst al een video geplaatst met daarin de 10 grootste veranderingen van de nieuwe Opel Astra. Heb je die gemist of niet gezien? Ik zal hem uiteraard hierboven nog even linken, zodat je die in alle gemak kunt bekijken. Nou, de Opel Astra is dus leefbaar in een 5-uitvoering en in een station die ze de Sports Tourer noemen. En hij is er ook in verschillende uitvoeringen. Nou, we zitten momenteel in de Elegance uitvoering en ik ga in deze video alles uitleggen waar elk knopje voor is en hoe alles werkt. Nou, we beginnen aan de linkerkant met deze uitleg en daarin zien we boven een ronde knop. Daarmee kun je de spiegels, de buitenspiegels, elektrisch verstelbaar maken. Daaronder zit een knopje voor een L'tje voor links en een R'tje voor rechts. En zo kun je dan de spiegel naar rechts en links, boven, beneden zo instellen op de juiste manier eigenlijk. Ook zijn de spiegels nog elektrisch inklapbaar. Dat werkt als volgt. Wanneer je de middelste knopje dus van links en rechts in het midden laat staan en daarna het bovenste knopje met het rondje naar binnen drukt, dan gaan de spiegels elektrisch naar binnen toe. En om ze weer terug te doen, kun je eigenlijk weer hetzelfde knopje indrukken. En dan gaan ze weer naar buiten. Nou, daaronder zijn dus de elektrische ramen bedienbaar, zowel voor als achter. En als er achterin bijvoorbeeld kleine kinderen zitten, dan kun je hiermee nog deze knop indrukken. Verschijnt hier een lampje, dat betekent dat ze achter de ramen niet elektrisch kunnen bedienen. Nou, de knop om de verlichting te stellen, die bevindt zich links achter naast het stuur. Daar zijn 3 standen, die kunnen op automatisch zetten. Dat is eigenlijk ook het mooiste, dan regelt hij het helemaal zelf. En zeker in combinatie met de Intellilux matrixverlichting. Daarnaast heeft hij ook nog het zogenoemde parkeerlicht. En je kunt uiteraard gewoon dimlicht gewoon normaal aanzetten. Hieronder zitten nog 2 knoppen voor de mistlampen. Mistlamp voor en mistlamp achter. En aan deze kant kun je nog het binnenverlichting, dus eigenlijk het dashboardverlichting, kun je wat fel doen of je kunt er wat dimmen. Voor auto's die geen Intellilux matrixverlichting hebben, is hier nog een tandwieletje om de hoogte te bepalen van de koplampen. Bij de Astra Sports Tourer is het ook mogelijk om de achterklep elektrisch te open bedienbaar te krijgen. Daardoor zit dan hier een knop. Die kun je dus op maximaal zetten, zodat die eigenlijk helemaal omhoog gaat. Je kunt hem op 3/4 zetten. Dan wil ik zeggen dat je dus zelf kunt instellen hoe hoog die eigenlijk ook gaat. Dus dan gaat hij bijvoorbeeld niet helemaal tot de top. En je kan hem helemaal uitzetten. Je kan bijvoorbeeld ook instellen dat je bijvoorbeeld de achterklep niet te hoog wilt hebben. Bijvoorbeeld bij een lage parkeergarage. Daarmee kun je eigenlijk, wanneer de achterklep omhoog gaat, een beetje tegenhouden. De knop om de achterklep dan weer dicht te doen, ingedrukt te houden. En zo blijft hij altijd op die stand staan. Nou, dan zijn we aanbeland bij de richtingaanwijzer. Die bevindt zich hier achter het stuur. Natuurlijk naar beneden en omhoog kun je de richtingaanwijzer ook bepalen. Hier is er nog een knop voor de Intellilux matrixverlichting. En het is wel mooi dat deze ook aanstaat. Dan zijn namelijk alle functies ook actief. En groot licht kun je dus helemaal van je afdrukken of seinen naar je toe halen. Maar met de Intellilux matrixverlichting is het uiteraard niet nodig, want dan doe je dat helemaal zelf. Dan ben ik nu aanbeland bij de stuurwielbediening van de Opel Astra Sports Tourer in dit geval. We zitten nu in een Sports Tourer, maar qua bediening is eigenlijk tussen de 5-deurs en een Sports Tourer is het eigenlijk vergelijkbaar. Je kunt hiermee de cruise control kun je hierbij instellen. Die werkt als volgt. Je klikt eigenlijk eerst dit knopje, klik je dan in. Verschijnt dit symbooltje hier ook op het display. De volgende stap is op deze naar beneden toe te schakelen. Naast zet en dan is eigenlijk de cruise control actief. Hiermee kun je de cruise control weer afzetten. En hiermee is nog de begrenzer. Dus als je zegt van ik wil bijvoorbeeld niet harder rijden dan 30 km per uur, kun je die ook instellen zodat je niet harder rijdt dan 30 km per uur. Wanneer je de cruise control hebt ingesteld, dus je klikt eerst deze in, dat symbooltje eigenlijk in wit in display verschijnt. Die naar beneden verdwijnt dat symbooltje van witte kleur, verandert die in een groene kleur. Dus dan staat hij op de cruise control. Wil je hem dan nog harder hebben, kun je hem hiermee nog wat harder laten doen. Of inderdaad wat sneller terugnemen door hem weer naar beneden te doen. Aan de rechterkant zijn nog 2 knopjes. Hiermee om de telefoon ook op te nemen of op te hangen. En voor de spraakbediening. Dat werkt met deze knop. En aan de rechterkant is eigenlijk ook voor het audiosysteem om harder zacht te zetten. Dat werkt inderdaad met deze knop. En hiermee kun je ook nog door het menu heen om verschillende functies ook aan of uit te zetten. En deze zijn nog om de radiozenders of het volgende nummer vanuit de USB-stick of telefoon kun je dan naar de volgende nummer toe. Hierachter zit ook voor de ruitenwissers. Nou, die kun je dus verschillende standen kun je doen. Wanneer je 1 keer naar beneden doet, dan gaat hij eigenlijk op de miststand. Dus dan gaat hij gewoon 1 keer.
Eén keer omhoog gaat hij op de regensensor. Krijg je ook een melding van in het display dat hij op de regensensor staat. En daarna kun je natuurlijk nog laag of wat versneld doen. In het midden kun je hiermee de interval nog instellen. En de achteruitwisser, die bedien je door middel van. Nou, nu staat hij op off, op interval of op aan te zetten. Wanneer je de hendel naar je toe haalt, komt er voor vloeistof uit om de ramen weer schoon te krijgen. Wanneer de hendel van je afdrukt, komt er achter vloeistof uit om de ramen dan weer schoon te krijgen. Nou, hier zien we het Multimedia Navi Pro systeem. Dit is dus het meest luxe navigatiesysteem die in de Opel Astra ook leverbaar is. We kennen het systeem al vanaf de Opel Insignia. Daar hebben we ook een uitgebreide review van gemaakt. Ik zal het uiteraard hier bovenin ook even linken, zodat je die in alle rust kan bekijken. Voor de korte uitleg, hier linksonder, als je op het huisje klikt, dan krijg je eigenlijk al deze sneltoetsen krijg je dan in beeld. Audio, telefoon, navigatie, je kunt gebruikers toevoegen, instellingen, Apple CarPlay en Android Auto. Je kan het beeld ook nog naar links toe swipen. Dan zie je inderdaad hier heel mooi de navigatie in een kleine weergave. Daarna ook de gegevens van jouw radiosender in dit geval, als je hem op radio hebt staan of anders. Is hij als je gekopt is met de telefoon, de muziek die je dan luistert. Nou, daaronder zit hier nog knop inderdaad, hè, voor harder en zachter. De zenders op te zoeken. Hier kun je nog naar home. En dan kom je eigenlijk altijd weer in deze pagina. Of in deze, wat je dan ingesteld hebt. En back, dus ben je ergens in de menu en je komt er helemaal uit, kun je op back altijd weer teruggaan. De alarmlichten van de auto, ja, we gaan natuurlijk niet vanuit dat je nodig bent. Maar ja, mocht er een val van nood zijn, die kunnen hiermee geactiveerd worden. Nou, heel makkelijk zitten daar onderin ook nog een aantal sneltoetsen. Wanneer ik bijvoorbeeld naar een audio toe wil, naar de telefoon of naar navigatie, kan ik daar in één druk op een knop, kan ik daar naartoe. Nou, voor de uitgebreide uitleg hiervan zal ik je uiteraard verwijzen naar de video die we gemaakt hebben voor de Opel Insignia systeem. Die exact hetzelfde is. En daar gaan we alles behandelen. En hieronder, daar bevindt zich eigenlijk het kachelsysteem van de Opel Astra. Nou, in dit geval zitten we in een luxe, elegante uitvoering. Die is dus voorzien van een klimaatcontrole, waarbij je dus links en rechts de temperatuur kunt instellen. Het mooiste is om hem automatisch te hebben staan. Daar regelt hij dat helemaal zelf. Maar weer dat zelf handmatig regelen kan dat uiteraard ook. Je kunt hier kiezen of je de lucht bij de ramen van boven wilt hebben. Of bij het hoofd. Hè, dus bij het midden zeg maar. Of breder bij de voeten kun je daarin stellen. En hiermee kun je de aanjager ook nog wat harder of zachter zetten. De airco, nou in ieder geval van de klimaatcontrole, zal ik adviseren om altijd automatisch met de airco aan te hebben staan. Dan heb je altijd een mooie perfecte klimaat in je auto. Daarmee kun je die ook nog aan of uitzetten. Nou, in de winterperiode is het natuurlijk een heel mooie voorraadontwaarschuwing, waarbij je dat kunt aan of uit kunt zetten. En de achteruitverwarming. En op deze auto is ook nog het winterpakket bij besteld. Stuurverwarming en stoelverwarming. Links en rechts. En, dat vind ik zelf een prachtig mooie functie, voorruitverwarming. Dus mocht het vooruit bevroren zijn, één druk op een knop. En net zoals het achteruit gaat het vooruit ook heel snel, wordt het vooruit ook heel snel ontdooid. Nou, bevindt zich eigenlijk boven de versnellingspook bevinden zich eigenlijk nog een aantal knoppen. Dat zijn meer eigenlijk veiligheidssystemen. Hier links kunnen we het stop- en startsysteem, wanneer je de auto dus in de vrij zet, kun je het stop- en startsysteem kun je dan ook uitschakelen. Je zegt van nou, ik vind het niet heel prettig of ik moet bijvoorbeeld heel vaak bijvoorbeeld stoppen en ik wil het liever niet. Dit kun je hem uitzetten wanneer de auto dan weer start. Dan zal hij de volgende keer automatisch dan weer aangaan. Lane Keep Assist. Deze knop, die kun je aan of uitzetten. Nou, mocht je op de snelweg rijden en je gaat met je richtingenwijzer, wil je inhalen, dan doet dit automatisch niet. Maar bijvoorbeeld als je op een 80 km weg rijdt en je rijdt wat dichter bij de berm, dan corrigeert hij automatisch ook weer dat je wat minder naar het midden van de weg moet rijden op jouw weggedeelte. Dat kun je hiermee, de knop, kun je hem ook nog aan of uitschakelen. Daarnaast de traction control, de wielen niet gaan spinnen, dat geeft je automatisch. Ook kun je daar nog, dat systeem kun je daar nog mee uitschakelen. En aan de rechterkant hebben we hier nog automatisch inparkeren. Ook daar hebben we ook een video een keer gemaakt van de Opel Crossland. Ik zal hem hierboven ook toevoegen, zodat je kunt zien hoe dat werkt. Het is bij de Astra iets anders, maar de werking is eigenlijk wel hetzelfde. En aan de rechterkant de parkeersensoren. Nou, bij deze auto zijn de parkeersensoren eigenlijk onder de 50 km/u worden die automatisch ingeschakeld. Dus je zult bij deze auto die knop wat vaker moeten indrukken dan bij je andere auto's. Althans, dat is mijn ervaring. Want bijvoorbeeld als je stilstaat en loopt bijvoorbeeld die wat achterlangs, dan begint telkens al te piepen. Nou, voor de veiligheid super, voor de irritatie misschien wat minder. Dus de parkeersensoren kun je hier ook altijd mee uitschakelen. Nou, de Astra is natuurlijk leverbaar met de handgeschakelde versie of met automaat. In dit geval zitten we dus in 1,2 turbomotor, 110 pk. En die is voorzien van een 6 versnellingsbak. Nou, en onder de versnellingspook daar bevindt zich de handrem. Dus een elektronische handrem. Die heeft eigenlijk twee standen. Je kunt hem inderdaad één keer aantrekken en dan is hij eigenlijk op de normale stand. Die eigenlijk al goed is. Maar ben je bijvoorbeeld op een heel erg bergachtig gebied en is het heel steil, dan zou ik adviseren om hem inderdaad twee keer aan te trekken. Zodat hij dan nog strakker is en nog vaster staat. Wil je die eraf krijgen, zijn er twee manieren voor. Je kunt de voetrem indrukken en dan het knopje naar beneden drukken. Dan gaat hij eraf. Wat mooiste is eigenlijk om gewoon weg te rijden.
Hey, het zal misschien in het begin een beetje wennen zijn. Hey, maar als je de koppeling op laat komen en je geeft misschien iets meer gas dan wat je normaal gewend bent, gaat hij er automatisch ook vanaf. En kun je gewoon wegrijden. Daarnaast zit hier nog een handige 12 volt aansluiting. En aan deze kant hebben we hier nog een vakje die open en dicht kan. Kun je wat spulletjes opleggen. Hier is er nog heel mooi een bekerhouder. En daarnaast nog opwegruimte. Bij deze auto is ook een draadloos opladen van de telefoon mogelijk. Dan krijg je dus hier een vakje waarbij je dus je telefoon erin kunt leggen en dat hij de draadloos oplaadt. Niet elke telefoon is daarvoor geschikt, dus zoek even op voor je telefoon of die daarvoor geschikt is. Maar het werkt natuurlijk wel heel super. Nou, en hierachter zit dus de armsteun. We zitten nu in een luxe elegance uitvoering. Dus je hebt ook een armsteun die ze naar voren toe kan en naar achter toe. En er zit daar ook nog opwegruimte zit daar ook in. Met daarin ook de USB en AUX aansluiting. Nou, de stoelen staan ook wel mee een van de belangrijkste dingen in een auto. En gelukkig biedt de Asta natuurlijk hele mooie stoelen. De standaardstoel die is voorzien van een stoffenbekleding. Daarnaast heb je in luxe model ook nog de stof met half leder combinatie. Maar bij deze auto is het Alcantara is daarbij besteld. Pure mooie luxe uitstraling met de ergonomische comfortstoel, waarbij deze dus uitschuifbaar is, hiermee ook kantelbaar en in hoogte verstelbaar is. Deze stoel heb je uiteraard ook met half leder, half stof, volledig in stof ook, maar ook met leer. Nou, en dan het sleutelsysteem van de Opel Astra. De standaard sleutel is uiteraard gewoon met open en dicht en met nog daar een sleutel aan. Deze heeft het keyless entry, waarbij je eigenlijk hiermee open en dicht kunt doen. In geval van een sportstoerer met een elektronische achterklep kun je hem hier ook nog, als je er twee keer op klikt, de achterklep openen. Wat mooiste is eigenlijk dat je hem ook in kunt stellen en dat je gewoon wegloopt. En dat je dan de auto ook automatisch dat die ook op slot gaat. Nou, en dat werkt zoals volgt. Wanneer je dus naar de instellingen toe gaat in je systeem. Nou werken we nu met een Multimedia Navi Pro systeem. Bij de andere systemen zal het er iets anders uitzien. Maar kom je eruit, dan vraag me gerust en help ik je natuurlijk graag. Dan kun je boven naar voertuig toe. En als we dan helemaal naar beneden gaan, zien we vergrendeling, ontgrendelingen en start op afstand. En dan, als we dan even verder gaan, dan zien we hier passief deurslot. Klikken we die aan, dan staat hier uit, aan met een klaxonsignaal. Die zal ik niet adviseren, want dan hoor je elke keer een klaxon als je dan de deur ook automatisch op slot gaat. En dat is natuurlijk overdag misschien niet zo handig, maar als je s'avonds een keer laat thuis komt, weet u niet dat de hele buurt wakker wordt. Ik zal hem dan op aanzetten. En dan is het mooi wanneer de auto dus uitzet, je loopt weg. Nou, binnen een bepaalde afstand gaat de auto dus automatisch op slot. Nou, de volgende tip die ik eigenlijk mee wil geven is eigenlijk de functie waarschuwingssleutel in voertuig. Die bevindt zich daaronder de passieve deurslot. Die zal ik ook altijd wel op aanzetten. Want wanneer je de sleutel dus niet in de tas of in de jas bij je hebt, bijvoorbeeld op het dashboard hebt liggen of op de bijrijdersstoel, dan vergeet je deze niet. En wanneer je dan de deur dicht doet, hoor je een klaksonsignaal als herinnering van hey, denk erom, vergeet niet je sleutel. En dat is dus alleen handig met een keyless entry systeem, wat bij de luxe modellen ook standaard erop zit. Nou, en ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over het interieur en de bediening van de nieuwe Opel Astra. Nou, heb je zelf nog vragen die niet behandeld zijn in deze video? Geef het gerust aan en ik help je natuurlijk graag. En ik wil je uitnodigen om bij ons bedrijf langs te komen. We hebben natuurlijk verschillende modellen van de Opel Astra staan. We helpen natuurlijk graag met het maken van de juiste keuze. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Mijn naam is Hendrik Liewers. Super bedankt voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video op ons kanaal. En we zien elkaar dan weer. Tot dan!